Welkom bij de eerste aflevering van Linkse Hobby's, de podcast van Authentiek Links. Deze maand is het precies 170 jaar geleden dat Karl Marx en Friedrich Engels het Communistisch Manifest publiceerden, een van de meest invloedrijke werken ooit. We behandelen de tekst aan de hand van de pdf die te vinden is op het Marxistisch Internetarchief, waarvan een linkje staat in de notities van deze aflevering. Alright, ik ben Emiel, ik ben van de SP Sittard Gelei. Ik ben Ernst en ik ben ook SP-lid. En ik ben Simon en ik ben ook SP-lid. Alright, nou, de eerste aflevering van Linkse Hobby's ooit. We beginnen meteen bij het begin, het Communistisch Manifest. Wie wil er eens starten met een background story? Nou goed, ik zou wel eens willen vertellen over hoe ik het eerste het Communistisch Manifest begon te lezen, las. Ik was op het moment in Londen en ik was daar bij de Communist University. Dus het was zelf ook al een vrij extreem links gebeuren. En we gingen nog even op bezoek naar het museum en ik had toevallig nog een paar pond in mijn portemonnee zitten. En aangezien ik al een beetje into de extreem linkse politiek was, had ik zoiets van, nou god, het is eigenlijk wel een beetje een schande dat ik nog nooit het Communistisch Manifest heb gelezen. En ik zag toevallig dat ze de speciale pinguïn-edities hadden. De hele kleine boekjes die ze dan voor £1 verkochten. En daar zat dus het Communistisch Manifest bij. Dus ik dacht van, nou god, het is een buitenkantje. Dus heb ik dat meteen even doorgelezen. Het viel me sowieso toen al meteen op dat het gewoon echt een goed geschreven boek is. Heel veel linkse literatuur is natuurlijk vrij taai, maar dit is echt zeer vlot geschreven, zeer interessant, zeer scherp. Dat was het eigenlijk wel. De eerste keer dat ik het Communistisch Manifest heb gelezen, dat is al jaren geleden. De exacte periode waarin ik het heb gelezen, kan ik me niet meer goed herinneren, maar het was denk ik aan het begin van de middelbare school. En ik was altijd al denk ik wel links, maar ik denk dat het Communistisch Manifest voor mij wel veel heeft betekend om toch echt een materialistische perspectief te krijgen op de geschiedenis en kapitalisme. En daar komen we later straks ook nog wel op, denk ik. Maar vooral het punt dat de geschiedenis een verschillende klassen heeft gekend, verschillende productiemodes. En op die manier dat je een verloop in de geschiedenis ziet, die Marx gewoon heel sterk analyseert, wat een perspectief biedt op links, zeg maar wat links zijn betekent. Dat dat niet een verzet is tegen kapitalisme zozeer, maar omdat het is wel ergens een verzet tegen kapitalisme, maar het is natuurlijk vooral gebaseerd op een analyse gemaakt die je maakt dat kapitalisme historisch specifiek is. En niet iets van alle tijden, om zo maar te zeggen. En dat realiseerde je allemaal de eerste keer toen je het las? Eigenlijk best wel veel heb ik daaruit opgepikt. Ook wel een beetje een soort van een compressie van communisme, een soort van communismepil. Heel veel van de basis van de theorie, die is eigenlijk ook wel een beetje ingepropt in een hele korte versie. Taking the red pill, letterlijk. Inderdaad, compressed, overzicht, beknopte samenvatting van historisch materialisme. Ja. Alright, nou ja, voor mij was het ook alweer een tijd geleden dat ik het las, iets van 10 jaar terug of zo, dus ik weet niet meer helemaal hoe ik het destijds ervaren heb. Wat me wel opviel deze keer was dat het een stuk korter leek dan ik het vroeger had gedacht of zo. Of dat het nog in een herinnering zat. Dus, it made a lot of sense. Hè? Ja goed, de afgelopen jaren ben ik ook wat meer gaan inlezen in de geschiedenis en diverse podcasts, zoals de Revolutions podcast, die nu toevallig over 1848 gaat. Dus dat schept een heleboel context. En daardoor vond ik ook wel, en daar zullen we het ook zo wel over hebben, vond ik ook wel een aantal namen die de revue passeren ook wel interessant opeens. Die me destijds gewoon ja, niks zeiden. Dus nou, voor mij is het ook alweer een tijd terug, maar ik vond het weer eens verhelderend om het opnieuw eens erbij te pakken. Want wat was eigenlijk de context waarin het werd geschreven? Het manifest is natuurlijk gepubliceerd in 1848, het bekende revolutiejaar, in februari, aan het begin van dit jaar. En die revolutie van 1848, die zich in heel Europa voltrok eigenlijk, misschien met de uitsluiting van Nederland, van Duitsland tot Frankrijk, tot Oostenrijk, tot Italië, tot Denemarken. En dat is ja, een hele liberale, een sterk liberaal component in die revolutie. In die revoluties, moet je zeggen, denk ik. Maar het heeft een gezamenlijk Europees karakter, omdat het zich natuurlijk verspreiden als het ware. Vooral voltrok in Europa, toch? Hoe bedoel je voltrok? Oh, dat 1848 vooral een Europees fenomeen was, voor zover ik weet. Ja, nee, ja, in Europa. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, als we een materialistische perspectief hierop bieden, heeft dat natuurlijk alles te maken met de industriële revolutie. Om dan meteen even een voorschotje te nemen op de tekst zelf. Ja, dus in een van de eerste regels worden twee diplomaten bij naam genoemd. Ja, dus een daarvan is Metternich. Ja, dat is Clemens Metternich. En dat was een Oostenrijks staatsman. Nou ja, Oostenrijk was destijds een keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije. Dat was een groot lap grond. En Metternich die speelde al decennia lang een belangrijke diplomatische rol in ja, het Europese monarchische netwerk. Ja, en dat was een man die vond heel de natuurlijke orde van de elite dan weliswaar, vond hij belangrijk. Zeer geleidelijk aan evolutie en zeker geen revolutie. Dus grote veranderingen was hij super allergisch voor. En nou goed, daar refereert Marx al in de eerste regels aan van het spook van het communisme, nou dat bezorgt hem nachtmerries. Ja, al is dat natuurlijk ook wel een beetje het spook van het liberalisme te noemen. Omdat men ook gewoon heel erg bang was voor eigenlijk de grote liberale revolutie, de Franse revolutie. Dat zorgde natuurlijk ook voor een grote golf van geweld, uiteindelijk ook van oorlog in Europa. En heel veel van die restauratie in dat tijdperk, die werd ook ingezet vanuit een soort van angst voor plotselinge verandering. Omdat men heel erg bang was dat ja, weer tot allerlei geweld en ophef zou leiden. En natuurlijk ook de omverwerping van allerlei elites, die natuurlijk in Frankrijk ook had. Dat wilde de elite zelf natuurlijk ook niet. Even voor de luisteraar nog, hè? Dus een spook waarde Europa, het spook van het communisme. Alle machten van dat oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen het spook verbonden, de paus en de tsaar, Metternich en Guizot, Franse radicalen en Duitse politiemannen. Dus het is wel typisch dat, blijkbaar was er dus echt al een idee van dat communisme, dat is iets engs. Hè? Dat was in de pers destijds een dingetje. En Marx en Engels natuurlijk, en ook de Bond van Communisten die een oprichting was, die hadden zoiets van, nou ja, wij zijn die communisten, wij zijn jullie spook, haha, boe. Dus daar was het manifest voor geschreven, ook met van jongens, wij pakken die mantel wel op, hè? Wij zijn jullie een nachtmerrie. Een geuzennaam. Ja, precies. Ja, ontstond het ook zo, als een geuzennaam? Niet echt. Nee, ik had er eens iets van, oh, misschien heb ik hier iets helemaal verkeerd begrepen, maar nee, oké. Wat verder al opviel in de tekst, een paar alinea's eronder. Voor dat doel zijn de communisten van de meest verschillende nationaliteiten in Londen bijeengekomen. Dus ook daar zie je het internationale aspect al meteen terugkomen. En hebben zich het volgende manifest ontworpen, dat in de Engelse, de Franse, Duitse, Italiaanse, Vlaamse en Deense taal wordt gepubliceerd. Nu, waarom Vlaams zo wordt genoemd en niet gewoon Nederlands? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de industriële revolutie die in Wallonië met name al een stuk verder was dan in Nederland. Dus daarom denk ik Vlaams. En dat is iets ook wat in de Duitse originele tekst misschien, of in de Engelse tekst, echt als Vlaams wordt genoemd. Het is niet een rare vertaling of zo. En omdat Vlaanderen in tegenstelling tot, of België, maar Vlaanderen in specifiek, natuurlijk in vergelijking tot Nederland wel een revolutionaire liberale beweging had, terwijl de revolutie, zoals ik eerder zei, in Nederland is uitgebleven. En natuurlijk had je een aantal jaren eerder, in 1830 had je dus de Belgische onafhankelijkheidsrevolutie, daar gaat het nu niet over, maar dat is kort het vernoemen waard dat een belangrijke reden daarvoor was dat de Walloonse industriëlen zich achtergesteld voelden ten opzichte van de Nederlanders, de Hollanders. Ik moet zeggen de Hollanders, want in buitenprovincie die waren ook achtergesteld. Maar met name dus voor Wallonië deed het pijn, omdat zij juist een industrieel ontwikkeld gebied waren en toch wel behoorlijke centen in de duit deden voor de schatkist. En nou goed, daar zagen ze niks van terug. Dat was overigens de meest domme revolutie ooit, maar dat is even anders. Echt, koning Willem I had echt die revolutie niet hoeven laten gebeuren, maar compleet idioot beleid. Maar goed, anyway, daar gaat het nu niet over. En een paar alinea's daaronder, dus onder het eerste kopje, bourgeois en proletariërs, daar begint Marx en Engels. Een groot beeld van de geschiedenis. Hè? De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd. Meteen zo'n eentje erbij voor een voetnoot. Er zijn maar 2 voetnoten in de hele tekst, maar dit is er meteen eentje van. En hij refereert dan, of ik moet zeggen Engels refereert dan naar... de geschreven geschiedenis. Hè? Dus niet de complete geschiedenis van de afgelopen 300.000 jaar dat mensen bestaan of zo, maar alleen maar de afgelopen paar duizend jaar dat geschreven geschiedenis bestaat. Nou goed, het is wel een vrij impliciete verwijzing naar oercommunisme, denk ik, maar goed, dat is... Ja. Daarna, sinds de klassenmaatschappij bestaat, hè, sinds de landbouwrevolutie, hebben we dus een geschiedenis en daarmee ook een geschiedenis van klassenstrijd. Waarvan kapitalisme nu dus de hoogste ontwikkelde vorm was. Hè, in 1850. Ja, het is sowieso wel interessant om dan te kijken of je kan zeggen of je eigenlijk wezenlijk een marxist bent. Qua gewoon kijken op de geschiedenis. Als je dus in feite ook gelooft dat de geschiedenis dus vooral de verwerkelijking is van die klassenstrijd. Ik vraag me af of je echt een marxistische kijk hebt op de geschiedenis als je dat niet gelooft. Dat dan nog kan zeggen? Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje een puntje van discussie binnen links. Als je kijkt naar de wertkritiek school van marxisme, heeft wel heel erg kritiek op de klassenstrijd interpretatie van de geschiedenis. Maar die identificeren zich dus nog wel steeds als marxisten? Ja, maar hun analyse is dan meer een analyse van echt een kapitalisme als een historisch unieke vorm van klassensamenleving. Ja. En dat is, daar is natuurlijk wel ook wel iets voor te zeggen, omdat in tegenstelling tot de klassensamenlevingen voor het kapitalisme natuurlijk een hele veel dynamischere ontwikkeling heeft dan feodale of antieke samenlevingen. Ik zou denk ik ook zelf iets in die richting onderschrijven, maar goed, ik zal het niet te lang ophouden. Oké, dan gaan we gewoon verder in de tekst. Volgens mij had jij nog een kanttekening bij pagina 5, Ernst? Ja, nou dat haakt ook denk ik een beetje in op het vorige. ergens. Want Marx die zegt op pagina 5, 6... de bourgeoisie heeft in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld. De bourgeoisie heeft, waar zij tot de heerschappij is gekomen, alle feodale, aartsvaderlijke, idyllische verhoudingen vernield. Zij heeft een bont geschakeerde feodale banden die de mens aan de van nature boven hem geplaatste verbonden onbarmhartig verscheurd en geen andere band tussen mens en mens overgelaten dan het naakte eigenbelang. En zo gaat Marx nog wel even verder in een soort lofzang over de bourgeoisie. En nou, omdat ik ook aangaf dat dat voor mij, toen ik het voor het eerst Marx las, dat dat eruit sprong. Omdat binnen links heb je natuurlijk een heel erg veel een ressentiment tegenover de burgerij, tegenover rijke mensen. Terwijl Marx vanuit een historisch materialistisch perspectief juist heel erg de rol van de bourgeoisie prijst in dat ze de samenleving constant vernieuwen door nieuwe productiewijzen. Maar ik vind toch, als je dit leest, kijk, er is natuurlijk wel een soort van ironie in hoe hij het stelt, maar hij zegt wel, bijvoorbeeld, de bourgeoisie heeft, waar ze tot de heerschappij is gekomen, alle idyllische verhoudingen vernield. En hij zegt ook onderaan de paragraaf, zij heeft in de plaats van zinsbegoocheling, met zinsbegoocheling omhulde uitbuiting, de openlijke, schaamteloze, directe en dorre uitbuiting gesteld. Het is niet per se een heel positief verhaal. Ja, uitbuiting, dat is misschien wel een punt van discussie weer. Omdat Marx natuurlijk met uitbuiting, als je kapitaal leest, ja, maar je kan, heeft hij niet over moreel. Ik denk niet dat hij verwacht dat als je het Communistisch Manifest leest, dat je dan ook meteen zijn hele achterliggende theorie van das Kapitaal kent. Ik denk wel dat er de verwachting ligt dat als je het Communistisch Manifest leest en je leest openlijke, schaamteloze, dorre uitbuiting, dat je dan niet meteen zijn filosofische definitie van uitbuiting als zijnde waarde-extractie daaruit haalt. Daar zit natuurlijk ook wel weer wat in. Das Kapitaal is natuurlijk nog een dingetje wat 20 jaar in de toekomst zat, ten tijde van het schrijven van dit boekje. Dat is een beetje dom. Maar aan de andere kant zit er op zich wel wat in. Ik denk ook dat dit misschien refereert naar, dus in plaats van de idyllische vorm is er dus een koude berekening. Dus de gevoelloze contante betaling noemt hij dat. Ik denk dat dat gewoon een vorm is ook van de rol van christendom. Dat in de middeleeuwen natuurlijk een soort van cosmopolitisch beeld gaf van de mens. Het was het complete wereldbeeld. Het is veel meer nog dan dat wij ons nu realiseren van religie. Alles was christendom. Dus wetenschap was christendom, filosofie was christendom. Dus het hele denken werd gevormd door christendom. Terwijl hier is het allemaal veel naakter geworden. Is dat hele idyllische aspect van godheid en dergelijke zaken. Ja, dat is allemaal weg. Ja. Het speelde een compleet andere rol. Je ziet dan inderdaad een soort van omschakeling van het denken, waarin het denken in het christendom, eigenlijk ook over hoe de samenleving was en zou moeten zijn, zich eigenlijk legitimeerde rondom de vraag van wat is de juiste goddelijke orde? Hoe moet de samenleving ingericht worden zoals God het zou willen? En dat eigenlijk een beetje dubbel sneed. Het zei aan de ene kant, het zou zo ingericht moeten worden. En het zei ook, hoe het nu ingericht is eigenlijk perfect. Want God wil het altijd zo, zoals het is. En men maakt dus inderdaad ook iets goddelijks en mystieks van de instituten die op dat moment bestonden. En inderdaad, je ziet dan een omschakeling in de burgerlijke tijd, waarin dat eigenlijk allemaal wegvalt en rationeel wordt en ja, eigenlijk om geld en utiliteit begint te gaan. In ieder geval openlijk. Dat bestond het. Maar dat is natuurlijk niet per se een moreel oordeel. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar het enige waar ik mijn vraagtekens bij zette was dus het idee dat als je de paragraaf ziet, dat je dan per se een heel positief verhaal ziet. En ik denk wel dat, ik denk wel dat je hier ervan uit kan gaan dat Marx kapitalisme in principe als een soort van vooruitgang ziet over feudalisme. Maar ik weet niet per se of als hij het over idyllisch heeft bijvoorbeeld, of dat dan puur ironisch is. Er gaat wel een soort van enige, misschien half ironische nostalgie van uit, zoals ik het lees. Ik denk dat als je dit leest en je ziet dat de weemoed in het ijskoude water van egoïstische berekening verdronken is. Ja, dan is nostalgie niet echt het goede woord, maar ik weet niet per se of je dat zo'n enorme verbetering vindt. Het is in ieder geval een revolutionaire verandering ten opzichte van de oude maatschappij natuurlijk. En dat is ook wat hij zegt. Hè? De bourgeoisie heeft een hoogst revolutionaire rol gespeeld. Nou, dat klopt. Nee, precies. Iets verder in de tekst trouwens, onderaan pagina 6, zegt hij het volgende. De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereldmarkt, de productie en de consumptie van alle landen cosmopolitisch gemaakt. Zij heeft tot groot verdriet van de reactionairen aan de industrie de nationale bodem onder de voeten weggetrokken. De eeuwenoude nationale industrieën zijn vernietigd en worden nog dagelijks vernietigd. Zij worden verdrongen door nieuwe industrieën, waarvan de invoering tot een levenskwestie voor alle beschaafde volkeren wordt. Door industrieën die niet meer inheemse grondstoffen, maar grondstoffen uit de verse streken van de aarde verwerken en waarvan de fabrikaten niet alleen in het land zelf, maar in alle werelddelen tegelijk worden gebruikt. In de plaats van de oude, door producten van het eigen land bevredigde behoeften komen nieuwe, die de producten van de verse landen tot een bevrediging vereisen. In de plaats van de oude lokale en nationale zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid komt er een veelzijdig verkeer, een veelzijdige afhankelijkheid van volkeren onderling. De geestelijke voortbrengselen van de afzonderlijke naties wordt gemeengoed. De nationale eenzijdigheid en beperktheid wordt meer en meer onmogelijk. En uit de vele nationale lokale literaturen vormt zich een wereldliteratuur. Dit is denk ik ook de materiële basis die Marx neemt voor zijn internationalisme. Dus het hele communistisch project waar Marx en Engels natuurlijk voorstander van waren en waar ze dit manifest voor schreven, dat heeft een heel sterk internationalistisch aspect en dat komt direct voort uit het feit dat kapitalisme een internationaal fenomeen is. Het is een globaal fenomeen. Ondanks dat in 1848 dat alleen Groot-Brittannië een echte ontwikkelde kapitalistische markt had. En ja, Frankrijk en Wallonië waren er hard mee bezig. En Duitsland had hier en daar een fabriekje, maar was niet eens nog een land. Was wel een natie, maar dat waren allemaal versnipperde prinsendommetjes nog. Ik denk dat dit nog vandaag de dag nog veel actueler is dan vroeger het geval was. Als hij het er op een gegeven moment over heeft, van het productieproces wordt steeds cosmopolitischer. Kijk, die productieketens die zijn eigenlijk alleen nog maar ingewikkelder en globaler geworden. En hoewel er natuurlijk wel het een en ander aan te merken is over globalisering van handel op zich. Veel handel gebeurt nog steeds nationaal of regionaal. Heel veel handel binnen Europa is vooral binnen Europa. Is het wel zo dat bijvoorbeeld de kapitalisten zelf heel globaal hun aandelen ordenen? Die portfolio's die zijn zo geglobaliseerd als wat. Ja, maar zeg maar, je hebt het wel over heel veel Europese handel. Ik weet niet of je handel en productie als hetzelfde ziet. Maar als je denkt aan de meest simpele dingen, de meest simpele producten in de supermarkt of de IKEA of zo, dan die bestaan uit grondstoffen die overal nergens vandaan komen en als halffabrikaten van het ene continent naar het andere continent worden verscheept om maar een kleine aanpassing te maken. Omdat hier staat de exploitatie van de wereldmarkt, de productie en consumptie. Dus dan dacht ik even van, als je aan het hele proces denkt, dan wordt handel daar ook bij. Maar inderdaad, als je het hebt over productie, Dat komt bijna, IKEA die haalt bijna alles uit, weet ik veel, bossen in Siberië, et cetera. En heel veel fabrieksproducten, die worden natuurlijk meer, ik bedoel, dat is een heel bekend verhaal, daar hoef ik niet over door te gaan. Maar... Kijk maar naar een iPhone, waar worden die gemaakt? Die worden gefabriceerd bij Foxconn in China. En de chips komen van Qualcomm in Taiwan. En de pure grondstoffen van Afrika, et cetera. Dus de iPhone is een wereldproduct voor een wereldmarkt. Nou ja, alhoewel er dan wel weer... kijk, het is wel grappig. Want ik had voor mijn studie ook globalisering gedaan. En dan is men natuurlijk ook wel bezig met het verhaal van hoe cosmopolitisch is productie natuurlijk. Dan maakte men wel een paar notities. Dat heel vaak globale bedrijven, van die globale corporaties... vaak wel proberen om hun producten een beetje aan te passen aan de markt waar ze dingen verkopen. Dus sorry, dan is het vooral globale consumptie in deze. Maar je zou dan dus eigenlijk kunnen zeggen dat misschien de productie cosmopolitischer is dan de consumptie. Omdat men vaak bij de consumptie nog wel enige schijn wil hebben van enige culturele eigenheid. Maar dat als je gewoon naar de productie kijkt, dat is gewoon allemaal gestandaardiseerde industrieën. Daar zie je geen enkel verschil in. Ik denk dat je wat dat betreft een goed voorbeeld hebt aan de voedingsindustrie. Dat compleet gedomineerd wordt door 5 of 6 bedrijven, waarvan Unilever 1 van die bedrijven is. En inderdaad, Unilever verkoopt inderdaad heel veel Nederlandse koekjes en zo, maar ook heel veel andere producten in andere markten. Inderdaad. Een soort hele vreemde, opportunistische aanpassing van kapitalisme aan toch een soort van nationaal sentiment dat dan nog steeds bestaat. Dus heel, heel interessant. Maar... Iets verder in de tekst staat ook trouwens nog het volgende, dat is 2 alinea's eronder. Dus de goedkope prijzen van haar waren zijn de zware artillerie waarmee alle Chinese muren tegen de grond geschiet. Waarmee zij de hardnekkigste vreemdelingenhaat van de barbaren tot overgave dwingt. Ze dwingt alle naties zich de productiewijze van de bourgeoisie eigen te maken, wanneer zij niet ten gronde willen gaan. Ze dwingt hen de zogenaamde beschaving bij zich in te voeren, dat wil zeggen bourgeois te worden. Met één woord, ze schept zich een wereld naar haar eigen beeld. Hier vielen me een aantal dingen op. In de eerste plaats, en dat slaat ook op het vorige stukje, is een concrete ontwikkeling dat zich in die tijd heeft afgespeeld. Ik weet niet meer precies welk jaar dat was, maar dat was wanneer het tot dan toe heel gesloten Japan tot openheid werd gedwongen. Ik weet niet of dat voor of na 1848 was, maar in ieder geval een aantal oorlogsschepen kwamen van het westen daar even Tokio bezetten. En nou ja, goed, de deal was simpel van, nou jongens, jullie gooien de grenzen open voor onze markten. En daar hebben jullie gewoon geen keuze in, klaar. Maar het was ook heel erg, misschien een stukje tekst wat heel erg profetisch bleek, want... Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Cuba of Noord-Korea, dat zijn dus landen die voor de afgelopen decennia heel sterk zijn gevormd door haar tegendeel. Hè? Dus door het feit dat ze heel erg gesloten zijn. En daardoor, ja, hè, Cuba kun je nog relatief positief benaderen misschien. Hè? Relatief progressieve... Nee, precies. Maar het is in allebei de situaties wel een land dat duidelijk gevormd is door economische sancties of door vrijwillige keuze om zich zelfstandig zoveel mogelijk economisch op te richten. En daarom ook, ja, je kunt daarover debatteren of dat dan een kapitalistische maatschappij is. Ik denk dat daar in het geval van Noord-Korea wel wat voor te zeggen is, maar ja, aan de andere kant, wat kun je erover zeggen? Het is een heel gesloten samenleving, heel veel weten we gewoon niet. Maar wat we ervan weten, ik weet wel dat er bijvoorbeeld speciale economische zones zijn waar heel erg uitgebuite kapitalistische productie plaatsvindt. Maar goed, de samenleving als geheel is gewoon heel erg geïsoleerd, heel erg xenofobisch bijna. Ja. En dat zie je ook wel van. Daar zou ik een toevoeging aan kunnen maken. Je had een van de gast, ik zal anders nog wel even zijn naam opzoeken, maar die had ook een boek geschreven over verschillen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. En die zei eigenlijk ook dat als je Noord-Korea zou moeten definiëren als, zeg maar, een bepaalde politieke stroming hebben, dan zou hij het eerder heel erg rechts doen, maar dan heel erg links. Want hij zei van, ja, zelfs onder Stalinisme, et cetera, had het nogal een soort van internationalistisch aspect. En Noord-Korea is eigenlijk juist extreem nationalistisch. En qua propaganda werd Korea en Koreanen als heel erg puur voorgesteld. Als een heel erg puur ras. En hij noemde dan ook een keer een gesprek tussen afgevaardigden van Zuid-Korea en van Noord-Korea. Waar de Zuid-Koreanen zeggen van nou, er zijn hier een paar buitenlanders, maar het is niet zo'n punt. Het is als een paar druppels inkt in een rivier. En toen zeiden de Noord-Koreanen, ja, maar zelfs een paar druppels, dat is al vervuiling. Dus dat extreem, dus gewoon iets extreem racistisch zit er ook wel in. Gewoon qua rassenpuurheid. Ja, dat verbaast me ook eigenlijk niks. Dat vloeit daar wel een beetje uit voor natuurlijk. Het is ook iets waar ik aan dacht bij... Het is ook al wel jaren geleden dat ik dat gelezen heb, maar dat is een boek van Leon Trotsky van de Verraden Revolutie. Was een bolsjeviek voor de luisteraar die hem niet kent. En daar stelt hij onder meer dat zou de Sovjet-Unie vallen, dan zou dat niet zozeer komen vanwege de imperialistische legers die de Sovjet-Unie binnen zouden vallen, maar meer vanwege de goederentreinen die daar achteraan kwamen. Ja. Dus de economische logica zou een veel grotere impact hebben op de Sovjets dan welk leger dan ook. En dat was ook de reden, denk ik, waarom de staat in de USSR natuurlijk een monopolie had op wereldhandel. En niet zozeer dat geen openhandel toen. Kijk, er zijn natuurlijk ook verschillende analyses geweest van zowel, dus als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, van de oorlogsindustrie van bijvoorbeeld Japan en Duitsland en Rusland en Amerika, waar men eigenlijk zei dat Amerika veel innovatiever was in het kapitalistische proces en veel meer bereid was om aan grote gestandaardiseerde productie te doen. Terwijl eigenlijk Duitsland en Japan nog wat artisanaler waren. En daardoor eigenlijk ook gewoon veel minder goed massaal dingen konden produceren dan dat Amerika deed. Ja, dat zag je natuurlijk ook wel terug in de Duitse projecten van grote, sterke, maar hele dure, dus economisch inefficiënte tanks die ze bouwden. Terwijl de Sovjet-Unie bijvoorbeeld aan de lopende band 10 keer zoveel tanks produceerde. Om even terug te komen op Japan. Ik lees hier nu even een stukje van Wikipedia over de Japanse geschiedenis. De Japanse politiek van isolatie duurde zo'n 200 jaar, tot 1853. Dus dat was echt dezelfde periode als het manifest. De Amerikaanse commodore Matthew Perry verscheen in dat jaar met een vloot voor de Japanse kust en dwong daarmee af dat Japan zijn grenzen openstelde. Nou, dat valt direct in de dynamiek die Marx hier gewoon beschrijft. Maar, ja. Gewoon heel agressief van jongens, alle markten moeten open. In die opiumoorlogen, misschien moet ik dat ook nog even een beetje contextualiseren. Maar goed, voor de luisteraar, je had in China, had je ook in de 19e eeuw, China is ook een heel erg afgesloten land, ook niet kapitalistisch. En men had eigenlijk het gevoel dat men de buitenlanders helemaal niet nodig had. Maar de buitenlanders die wilden wel heel graag China nodig hebben. En de Britten die verhandelden illegaal opium aan de Chinezen. Op een gegeven moment kwam de Chinese staat hier tegen in opstand. Volgens mij gooiden ze een keer heel veel opium in de rivier. Nou, en toen uiteindelijk greep Engeland deze belediging aan om China aan te vallen. En toen is China compleet verpletterd. Volgens mij had je 2 opiumoorlogen. Maar in ieder geval, men is toen echt helemaal kapot gemaakt. Engelsen hadden gewoon veel betere technologie en die hebben toen eigenlijk ook dat land opengebroken. Ook gedwongen om handelsgebieden in te stellen. En het is eigenlijk sowieso wel interessant dat Japan eigenlijk heel goed van deze modernisatie afkwam. Japan werd zelf een imperialistische macht. En China werd juist eigenlijk compleet opgebroken. Heel langzaam uiteen in allerlei warlord steeds. Oké, dan laten we iets verder gaan nog. En twee alinea's hieronder trouwens staat het volgende. De bourgeoisie heft meer en meer de versnippering van de productiemiddelen van het bezit van de bevolking op. Zij heeft de bevolking op plaatsen opeengehoopt, de productiemiddelen gecentraliseerd en het eigendom in weinige handen geconcentreerd. Het noodzakelijke gevolg hiervan was een staatkundige centralisatie. Onafhankelijke, slechts gefedereerde provincies met verschillende belangen, wetten, regeringen en tollen werden samengedrongen in één natie, één regering, één wet, één nationaal klassenbelang, één douanegrens. En ook dit vind ik wel weer een mooi stukje om twee redenen. In de eerste plaats, vaak denkt men, zeker in de moderne ideologieën hierover, dat de staat, de natie, dat is iets van alle tijden. Dat is natuurlijk complete flauwekul. Dat is juist een ontwikkeling van het kapitalisme geweest. Daarvoor was, bijvoorbeeld, kijk je naar Nederland, was het gewoon de Verenigde Provinciën. Het was geen Nederlands zoals we hem nu kennen. Het is wel de orthodoxie, gewoon op de universiteit, bij geschiedenis, dat de natie niet van alle tijden is. Nou, dat is in ieder geval al iets progressiefs. Dat kunnen we wel aftikken. Het is overigens wel onder invloed van communisten erin gekomen, die orthodoxie. Cultuurmarxisme. Ja, nee, maar met de dominante ideologie, en daar heb ik het ook meer over de mainstream, dus de op straat zijnde, zal ik maar zeggen. Dus in de media, en, het podium waar Wilders heel graag op staat. Ja. Om een tweede reden vind ik het ook een goed puntje, want je ziet die dynamiek nog altijd van kracht zijn. Als je kijkt nu naar de Europese Unie, zie je dezelfde dynamiek van kracht zijn. Ook hier geldt namelijk onafhankelijke, gefedereerde naties in dit geval, gefedereerde lidstaten, met verschillende belangen, wetten, regeringen en tollen, worden samengedrongen in één natie, één regering, één wet, et cetera. Dus ook diezelfde. Ja, trouwens, dat is geen lijnrechte ontwikkeling natuurlijk, want ook daar zitten weer allerlei tegenstellingen in. En tussen de lidstaten en het overstijgende belang, waar de Europese Unie uiteindelijk uit bestaat. Maar het is wel typisch dat die dynamiek van kapitalisme gewoon in stand blijft. En in die zin gewoon ook helemaal niet veranderd is. Je hebt ook best wel een interessant stuk van Lenin hierover. Dat hij schreef dus over... Want het was volgens mij een beetje een polemisch stuk waarin hij zei dat het eigenlijk dom is om uit te willen gaan van een confederatie of een federatie in wat de toekomstige staat zou moeten worden. Omdat het dus eigenlijk ook zegt van, ja goh, als je een economische integratie hebt van een bepaald gebied, dan ontkom je eigenlijk ook niet aan die integratie van een staat. En hij zegt dan over, zelfs bijvoorbeeld Zwitserland. Op een gegeven moment een burgeroorlog in Zwitserland. Die burgeroorlog was ook, want dat was dus eerst een confederatie. En die burgeroorlog was tussen conservatieve katholieken die het een confederatie wilden houden. En inderdaad liberalen die het een meer gecentraliseerde staat wilden maken. En ook Amerika is steeds verder gaan centraliseren. Want als een staat integreert, dan wil je eigenlijk gewoon steeds makkelijker dingen snel kunnen regelen met één staat. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de FBI, die ook opgericht is omdat je criminelen had die dan van de ene staat naar de andere vluchten. Dat dus een soort van wetteloosheid impliceerde tussen staten. En de FBI is toen opgericht om wel tussen deelstaten in de Verenigde Staten één federale wet te kunnen uitoefenen. Je kunt sowieso, denk ik, heel veel vergelijkingen maken tussen de VS aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere. In de zin van, zie de enorme tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Europa. En welke problemen dat met zich mee heeft gebracht de afgelopen jaren. De Griekse crisis en dergelijke. Terwijl dergelijke tegenstellingen, en dus economische productiviteit, wat er eigenlijk aan ten grondslag ligt, ook gewoon bestaan in de VS. Want daar is Californië dan het motorblok. Nou, bij ons is het dan Duitsland. En daar heb je dus de Rust Belt, dus de Oostkust met name, waar grote economische achterstelling is, waar heel veel werkloosheid en dergelijke is. Maar in de VS is dat helemaal geen politiek probleem, want de federale regering lost dat gewoon onderling op met belastingvoordelen aan de ene kant en uitgaven aan de andere kant, et cetera. Dus ook in die zin zie je dat integratie een heel grote impact heeft en waarom dat in het belang van kapitaal is ook. Volgens mij had jij een aantekening bij het volgende, Alunia, Ernst? Ja, want daarna gaat Marx verder. De bourgeoisie heeft in haar nauwelijks 100-jarige klassenheerschappij massaler en kolossaler productiekrachten geschapen dan alle verdwenen geslachten samen. Onderwerping van de natuurkrachten, machinerie, aanwending van de scheikunde op nijverheid en landbouw, stoomvaart, spoorwegen, elektrische telegrafie, ontginning van gehele werelddelen, het bevaarbaar maken van de rivieren, gehele uit de grond gestampte bevolkingen, welke vroegere eeuw vermoeden dat zulke productiekrachten in de schoot van de maatschappelijke arbeid sluimerden. En die zinsnede kan je eigenlijk heel mooi opmaken hoe de dynamiek van het kapitalisme, de productiekracht die onbewust door marktmechanismen, door kapitaalaccumulatie wordt gegenereerd, hoe dat heel dynamisch is vergeleken met bijvoorbeeld andere samenlevingen. En in die zin, ik heb heel veel affiniteit met de werkkritiek school van het marxisme. En je kunt hieruit ook wel zien dat er dus wel echt een breuk is met de voorkapitalistische economie. En dat maakt kapitalisme heel interessant voor ons als authentiek linkse mensen die een productiemodus voorzien van samenwerking op internationale schaal. En die basis die kan alleen maar ook gelegd worden door zo'n systeem als kapitalisme, die zo snel, zo dynamisch haar productiekrachten weet te ontwikkelen, waardoor een samenleving op basis van samenwerking daadwerkelijk ook mogelijk wordt gemaakt door communicatie en door gedeelde internationale georganiseerde arbeid. Ja, dus eigenlijk de kapitalistische integratie is een soort van de integratie waar je de wereldeconomie onder socialisme dan naar willen bouwen. Ja, specifiek de voorwaarden. Dat komt nog. Want eerst hebben we nog bij de pagina 8 een vrij grote alinea. En daar staat in het midden het volgende. In de crisissen breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere periodes iets onzinnigs zou hebben geleken. De epidemie van de overproductie. De maatschappij vindt zich plotseling teruggezet in een toestand van ogenblikken barbaarsheid. Een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar alle levensmiddelen te hebben afgesneden. De industrie, de handel schijnen vernietigd. En waarom? Omdat zij te veel beschaving, te veel levensmiddelen, te veel industrie, te veel handel bezit. En hier beschrijft Marx natuurlijk de centrale paradox in de economische crisis van het kapitaal. Dat is natuurlijk de crisis van overproductie inderdaad, zoals je al zei. Nou, dat is compleet anders ten opzichte van alle voorgaande klassenmaatschappijen. Dat is feudalisme, dat was de hongersnood geworden, omdat er te weinig werd geproduceerd, omdat een of andere sprinkhanenplaag of zo overkwam. Daar zullen we in de toekomst waarschijnlijk nog vaker over gaan hebben, maar dit is de centrale absurditeit van kapitaal en de crisis. En ja, de laatste crisis of recessie, zoals we die noemen, geloof ik, hè? Was natuurlijk 10 jaar geleden, toen te veel geld opeens een bubbel veroorzaakte en dat knapte en heel veel mensen opeens op straat stonden, ja, omdat er te veel op krediet werd geleefd. Ik wil wel willen zeggen dat ik persoonlijk het idee van een crisis van overproductie, daar geloof ik niet zo in. Omdat je kan eigenlijk, je hebt de econoom Thorstein Vebbe, die aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw schreef. En die scheidde eigenlijk een beetje financiën van productie. En die zei zelf van, nou ja, kijk, als je gewoon naar productie kijkt, hoeveel we ook produceren. Eigenlijk kan de vraag van de consument zich daar eigenlijk altijd wel naar scharen, maar dat past zich eigenlijk altijd wel aan. Maar wat hij eigenlijk zegt is dat die crisis die we nu hebben onder kapitalisme, dat die eigenlijk komen doordat de spelregels waar we mee spelen, dus bijvoorbeeld schuld, hij zegt eigenlijk dat schuld heel centraal is in de crisis van kapitalisme, dat die ineens niet meer werken. Dus dat mensen bijvoorbeeld, dus zoals bij die bubbel, dat heel veel mensen tegelijkertijd hele grote schulden hadden. Dat toen iemand erachter kwam dat al die schulden niet terugbetaald zouden worden en dat dan mensen hun schulden gaan terugeisen, dat aandelen dan ineens niks meer waard zijn. En dat is natuurlijk uiteindelijk, dat lijkt mij eerder een beetje gewoon absurditeit van het financiële systeem dan ja, iets dat eigenlijk gebaseerd is op productie. Maar ik weet niet hoe ver we hierop moeten doorgaan, maar aan de ene kant is het dan niet ook een gevolg van overproductie en het in stand houden van markten, dat die schulden juist ontstaan om die consumptie maar in gang te houden, et cetera. Dus iets verder in de alinea, aan het einde van de alinea staat ook nog het volgende, en dat is: waardoor overwint de bourgeoisie de crisissen? Aan de ene kant door de gedwongen vernietiging van een massaproductiekrachten. Aan de andere kant door de verovering van nieuwe markten en de nog in grondigere exploitatie van oude markten. Waardoor dus, doordat zij alzijdiger en geweldiger crisissen voorbereidt en de middelen om de crisissen te voorkomen vermindert. Waar ik hier aan dacht is dat bij nieuwe markten, dus de verovering van nieuwe markten... gaat het misschien niet altijd om geografische markten, maar ook om nieuwe producten die compleet nieuwe markten creëren en daardoor opeens nieuwe vraag creëren. Hè, zeker ook de afgelopen paar jaar, hè, ik noem maar iets, de iPhone bijvoorbeeld weer. Opeens de oude, vertrouwde, uitklapbare mobiele telefoon met keyboard compleet van de markt verdrong. Eigenlijk op die manier een compleet nieuwe markt ook creëert. Hè? Ook nieuwe technologische innovatie creëert. Jij had bij de volgende bladzijde een aantekening? Ja, ik was heel even aan het kijken inderdaad. Daarna bij pagina 9 een stukje naar beneden. Aanvankelijk strijden de afzonderlijke arbeiders, daarna de arbeiders van een fabriek, dan de arbeiders van een tak van een bedrijf op één plaats... tegen de enkele bourgeois die hen onmiddellijk uitbuit. Ze richten hun aanvallen niet alleen tegen de burgerlijke productieverhoudingen, ze richten zich tegen de voortbrengingswerktuigen zelf. Zij vernielen de vreemde concurrerende waren. Ze slaan de machines stuk. Ze steken de fabriek in brand, ze proberen de verdwenen plaats van de middeleeuwse arbeider weer voor zich te veroveren. Nou, dat verwijst naar twee dingen. In de eerste plaats had je natuurlijk een beweging dat zeker in het begin van de 19e eeuw een ding was. De Luddites. Die dus inderdaad machines kapot sloegen. En die dus op die manier probeerden de vooruitgang, de hogere productiegraad, de hogere uitbuitingsgraad te voorkomen en terug te draaien. Wat zinloos was natuurlijk. Tevergeefs. Aan de andere kant is het ook... denk ik een uitdrukking van het feit dat... dus eerst zijn het de afzonderlijke arbeiders... daarna de arbeiders van een fabriek... daarna de arbeiders van een bedrijfstak, et cetera. Ik denk dat hier ook uitgedrukt wordt dat de klassenstrijd... een gegeven is van kapitaal op zichzelf. Dat het geen ding is wat links zou moeten inbrengen of zo. Het is geen uitvinding wat links opnieuw zou moeten inbrengen... in de arbeidersbeweging. Het is gewoon iets wat de kapitaal veroorzaakt... puur door haar bezig zijn... Dus klassenstrijd is een gevolg van de bourgeoisie en niet zozeer omdat arbeiders politiek bewust raken of zoiets eigenlijk. En dat is ook wel een ding wat vaak op links verkeerd begrepen wordt of een beetje... dus als ik denk aan bijvoorbeeld krantjes van de IS of zo, de internationale socialisten wel te verstaan, niet die andere IS met die lange baarden. Dan zie je vaak krantenkoppen als staakt de regering weg of iets dergelijks. En ja, dat is toch iets wat niet helemaal aanslaat. Dan begrijpen het toch niet helemaal, denk ik. Ja, klassenstrijd is er gewoon. En of het nou individueel is, of het is collectief, dat is een vorm, dat is een gevolg van organisatiegraad. En dat is iets waar links wel bij kan helpen, waar denk ik een SP ook bij moet helpen. Juist om die klassenstrijd collectief te maken. Om juist bijvoorbeeld die buurten in te gaan, om juist mensen te groeperen om voor hun belangen op te komen. En het niet... geatomiseerd te laten. Dus dat mensen een kwartier doen om te scheiden op het werk en daarmee een beetje van de arbeidstijd proberen terug te veroveren op het werk. Maar het collectief maken, want ja, samen sta je het ook sterker natuurlijk. En daarnaast het politiseren van deze economische strijd. Omdat stakingen tegen de baas, dat heeft niet per se een politieke implicatie. Dat is gewoon handelen uit eigen belang op korte termijn, een actie ondernemen om hogere lonen te eisen om rond te komen. Maar dat is natuurlijk nog geen uiting van eerst de lonen en dan het kapitalisme omverwerpen. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende punt. Bij pagina 10 had jij een opmerking, geloof ik. In het midden van pagina 10. Schrijven Marx en Engels, deze organisatie van de proletariërs tot klasse en daardoor tot politiek geheel, wordt ieder ogenblik weer verbroken door de concurrentie onder de arbeiders zelf. Maar zij herleeft telkens weer sterker, vaster, machtiger. Ze dwingt de erkenning van afzonderlijke arbeidersbelangen af in de vorm van wetten, doordat ze gebruik maakt van interne breuken in de bourgeoisie. Bijvoorbeeld de 10-urenwet in Engeland. En wat mij heel erg opviel, vooral het eerste gedeelte van de zin, deze organisatie van de proletariërs tot klasse, deed me heel erg denken aan Italiaanse theoreticus Amadeus Bordiga. En Bordiga stelde dat het proletariaat alleen als klasse bestond wanneer ze georganiseerd was in een partij. En niet onderdeel, niet functioneerde als geatomiseerde strijd los van het politieke verhaal. Dus een begrip van klasse in de zin van organisatie, politieke organisatie. Los van de economische strijd die inherent al is aan het kapitalisme. Dus inderdaad, zonder partij geen klasse. En de partij is dus de politieke uitdrukking van de klasse. Dat is wat Bordiga geloof ik ook zei. Dat was een punt van de Bordiga, toch? Precies. En dat benadrukt heel erg de noodzaak van een politieke vleugel van de arbeidersbeweging. En het is natuurlijk wel iets wat op het eerste gezicht misschien wat absurd lijkt. Maar ik denk dat er inderdaad wel veel in zit. In de zin van, in Nederland is bijvoorbeeld toch altijd wat zwakker gesteld geweest met links. Zeker als je kijkt naar de omringende landen. En ik denk dat dat cultureel ook wel heeft doorgespeeld. Dat als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt, daar is working class echt nog wel een begrip in het dagelijkse discours. Terwijl in Nederland is arbeidersklasse, wat is dat? En dat heeft denk ik wel een gevolg van het feit dat Nederlands links altijd een stuk zwakker is geweest. Dus dat hele idee van klassenstrijd, het is juist een gevolg van politieke ontwikkeling ook. Nou ja, in Engeland is het ook denk ik gewoon wel een heel sterk cultureel iets. Dat daar een hele open vorm is van klassenmaatschappij. Dat al eeuwen eigenlijk al zo is. Dus of in Engeland een sterke klassenbegrip te maken heeft met organisatie, politieke organisatie en dus een bewuste onderneming van arbeiders om zich te organiseren als klasse, dat betwijfel ik. Het zou... Nou, kijk bijvoorbeeld naar België anders. Ja, precies. Daar is het Frankrijk. Sterker. Ja, dus goed, ik denk dat wat dat betreft dat er veel in zit en wat Bordiga zo stellig maakte, maar wat Marx hier misschien ook al, of Marx en Engels. Elke keer als we Marx doen, moet eigenlijk zeggen Marx en Engels. Maar wat zij hier ook al eigenlijk in de kiem zetten in het manifest. Iets verder trouwens, in pagina 11, staat er ook de alinea. Alle vroegere klassen die de heerschappij veroverden, probeerden reeds hun verworven plaats te verzekeren door de hele maatschappij aan de bestaansvoorwaarden van een bedrijf te onderwerpen. De proletariërs kunnen de maatschappelijke productiekrachten slechts veroveren door hun eigen tot nu toe bestaande wijze van toe-eigening en daarmee de gehele tot nu toe bestaande wijze van toe-eigening af te schaffen. De proletariërs hebben niets van het hunne te verzekeren. Zij hebben alle tot nu toe bestaande privaatzekerheden en privaatverzekeringen te vernietigen. En dit is ook een fundamentele wijziging ten opzichte van de oude klassenmaatschappijen. Hè? Dus onder het feudalisme waren er ook genoeg slavenopstanden. Onder de slavenmaatschappij waren er genoeg slavenopstanden. Hè? Het oude Romeinse Rijk had er genoeg voorbeelden van. Maar niets daarvan heeft geleid tot het afschaffen van de slavenmaatschappij. He, dus had je als slaaf gewonnen, dan werd je gewoon een nieuwe slavenkoning. En dan ging je gewoon de andere groepering tot slaaf maken. En dan was dat opeens de slavenmaatschappij gereproduceerd. Nu zie je dat proletariërs de behoefte, juist vanwege hun collectiviteit, juist vanwege de kosmopolitische vorm van kapitalisme, de baat bij hebben om de gehele graad van uitbuiting, de hele wijze van uitbuiting moet ik zeggen, de behoefte aan hebben om die compleet af te schaffen. En dat is natuurlijk de hele reden waarom Marx en Engels dit manifest schreven, want voor de eerste keer in de geschiedenis, in de geschreven geschiedenis, is er een klasse opgestaan, is er een klasse ontstaan die het communisme zou kunnen invoeren. En dat is in alle voorgaande periodes nooit zo geweest. Nee, inderdaad. Dat is denk ik waarom Marx en Engels ook concluderen dat de volgende productiemodus eentje moet zijn op samenwerking, op basis van samenwerking. Omdat kapitalisme de voorwaarde is. En dat komt natuurlijk uit de materialistische analyse weer. Iets verder op, twee alinea's eronder staat, hoewel niet naar inhoud, is de strijd van het proletariaat tegen de bourgeoisie wat de vorm betreft voorlopig een nationale strijd. Het proletariaat van elk land moet natuurlijk eerst met zijn eigen bourgeoisie klaarspelen. En dit is natuurlijk een tekstje wat in 1848 hartstikke actueel was. Hè? Nogmaals vanwege de graad van ontwikkeling van het kapitalisme in die periode. Tegenwoordig helemaal niet meer. En het is ook denk ik een stukje tekst dat misschien als eerste werd verouderd binnen dit manifest. Maar het is wel iets waar Stalinisten met name gedurende de 20e eeuw continu naar verwezen. Hè? Je moet eerst je eigen nationale bourgeoisie klaarspelen. Je moet die eerst zelf maar oplossen. En dus al die nationale bevrijdingsstrijd, ik denk dat... Ja, goed, de ideologische verschuiling kwam uit dit stukje tekst misschien en misschien het andere stukje tekst. Maar dit is wel iets waar ik aan dacht van, ja, dit is ook dat idee van hè, de arbeidersklasse heeft geen natie of heeft geen vaderland. Het staat ook nog ergens in de tekst. Dat is natuurlijk vrij tegenstrijdig. Nou ja, dit is de Stalinisten die riepen destijds van, ja, maar goed, nu hebben we de Sovjet-Unie en dat is dus het vaderland van de arbeidersklasse. Dus dat hele idee van, we moeten eens internationaal samenwerken, werd op zijn kop gezet door die redenering. Dat is compleet, compleet bizar. Het klaarspelen met de nationale bourgeoisie heeft natuurlijk alles te maken met wat hij eerder zei, dat de productie in het kapitalisme staatkundig wordt georganiseerd op nationale basis, in plaats van de kleine regio's en prinsdommen van de overblijfselen van het feodalisme. En in die zin, in die context, is dat natuurlijk logisch dat Marx zoiets zegt. Mm. Maar omdat we nu zijn we wel echt in een hoger stadium van kapitalistische organisatie. En is alles veel transnationaler. Veel meer dan dat ooit geweest is. Precies. Aan het einde van hoofdstuk 1 op pagina 12 staat er het volgende. Met de ontwikkeling van de grootindustrie wordt dus onder de voeten van de bourgeoisie de bodem zelf weggetrokken, waarop zij produceert en zich de producten toe-eigent. Zij produceert voor alles haar eigen doodgraver. Haar ondergang en de zegen van het proletariaat zijn even onvermijdelijk. En onvermijdelijk, ja... 170 jaar geleden was dat misschien een dingetje, maar... Ja, dat is natuurlijk een hele... bij nader inzien iets optimistisch gebleken. Ja, een naïef optimistisch beeld van de geschiedenis. Helaas is het kapitalisme weer barstiger dan we dat dachten. Ja, we hebben... Dat ligt natuurlijk inderdaad... Misschien ook niet alleen maar aan het kapitalisme, maar ook wel aan hoe de arbeidersbeweging zich ontwikkeld heeft en fouten die gemaakt zijn door onze beweging. In de tijd van Marx in 1848 leek het er natuurlijk allemaal heel gunstig uit. Arbeiders begonnen zich massaal te organiseren in vakbonden en partijen. En er was echt een vooruitgang in die zin. En dat hebben we denk ik de afgelopen 30, 40 jaar op zijn minst is dat juist de andere kant op gegaan heel erg. Helaas wel. En eigenlijk de hele historische periode daarvoor. Het bestaan van de Sovjet-Unie en het... anti-communisme wat het eigenlijk was. Dat heeft ook niet geholpen, zal ik maar zeggen. De Tweede Wereldoorlog die de arbeidersbeweging ten gronde heeft gericht. Hindsight is 2020, zoals het Engelse spreekwoord gaat. Hier laten we het even bij voor wat betreft de eerste aflevering. Over 2 weken vervolgen we de discussie met de rest van het manifest. Vond je het wat? Steun ons door je te abonneren op deze podcast via Apple Podcasts of Soundcloud. Verspreid deze podcast in je vriendenkring, op social media en laat een recensie achter op Apple Podcast, wat ervoor zorgt dat we door meer mensen worden ontdekt. Wil je ons zelfs financieel steunen? Dan kan dat via onze website linksehobby's.nl.